Al 100 jaar vliegen we met KLM de wereld over. KLM verbindt ons, maakt de wereld toegankelijk en vergroot onze mogelijkheden. We volgen ondernemers, dromers en pioniers op hun reis. Passagiers en KLM'ers die allemaal een doel willen bereiken. Met de ambitie en de vasthoudendheid die KLM groot hebben gemaakt. Zoals Nadine, die niks liever doet dan het mensen echt naar hun zin maken. Als trainee cabin attendant staat ze aan de vooravond van haar eerste grote vlucht over de oceaan. Designer Borre vliegt naar Tokio omdat hij hoopt toe te treden tot de absolute top van de modewereld. Lekker bezig, man. Wetenschappers Tim en Stacy willen het Caribische eiland Sint Eustatius weer een groene toekomst geven. What do we have here? Erosion. En met de pilotenfamilie Jasky vliegen we door de geschiedenis van de luchtvaart, van toen naar nu en met een blik op de toekomst. Zo, hè. Geweldig. Met KLM zien wij Nederlanders de wereld en de wereld ziet ons. In 1919 was het een revolutionaire gedachte, maar 100 jaar later kunnen we niet meer zonder vliegtuig. KLM's eerste president-directeur Albert Plesman begreep dit maar al te goed. En dat is het doel waarna wij streven in de luchtvaart, afstanden te verslaan en de mensen steeds meer bij elkaar te brengen. De pionier van de oudste, onder de oorspronkelijke naam opererende luchtvaartmaatschappij, wist één ding zeker. Vliegen is de toekomst om personen, post en vracht te vervoeren. Sinds de eerste luchtvaarttentoonstelling Amsterdam is er heel veel veranderd, ook bij KLM. Maar de focus bleef altijd op innovatie en gastvrijheid. In een vliegtuig van KLM kom je thuis, ook al ben je aan de andere kant van de oceaan. Daarmee is de wens van Albert Plesman uitgekomen. De wereld is een heel stuk kleiner geworden. Nadine kan niet wachten om die wereld over te gaan. Maar vandaag geniet ze nog even van haar eigen strand in Noordwijk. Ik ben hier geboren en getogen. Vroeger, toen ik klein was, elke zomer van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat heb ik op het strand mijn vakanties gevierd. Echt, alles deden we daar. Ik vind het gewoon zo'n mooi natuurlijk iets, de zee. Mijn moeder die is purser en mijn vader die is gezagvoerder. En daardoor ben ik aangestoken. En toen vond ik de pakjes gewoon vooral heel leuk. Ik ben stewardess voor de KLM. Daar zie je niks naar uit. Moet je me zien in een pakje? Zo gek om je hele leven je ouders in uniform aan te zien en gaan vliegen en thuiskomen. En dat ik nu opeens in zo'n blauw uniform sta, dat is heel onwerkelijk. Maar ik voel me wel trots. Ik heb me altijd al een beetje blauw gevoeld. Vanaf jongs af aan eigenlijk. Nou, dank jullie wel voor het allemaal de tip-top uitzien vandaag. We hebben een jaar lang op de wachtlijst gestaan, hè? Dus je bent een jaar lang ben je eraan toe aan het leven om aan deze cursus te beginnen en te gaan beginnen met vliegen. Alles wat ze binnen de KLM doen, dat krijg jij te leren binnen die 4 weken. En wat misschien eigenlijk wel nog te weinig is, want de rest krijg ik nog straks allemaal te leren. Het verschilt per persoon hoe iedereen het doet. Ik doe de eerste 2 en dan deze vul ik, die leg ik naar boven. Dan vul ik die daarachter, vul ik die, doe ik hem naar boven. Je hebt meestal een vleesmaaltijd en een vegetarische maaltijd. Dus je kan ook tegenkomen dat de keuze op is. En dan komt het aan op je skills van hoe ga je dat verkopen, hoe ga je die boodschap brengen. Kijk eens, geniet van uw maaltijd. Ik heb nog nooit zo vaak gehoord, nou dat vind ik echt wat voor jou. Een hele goede middag, wat kan ik voor jullie doen? Willen jullie wat eten? Ja? Ik probeer altijd wat extra's aan iemand te geven. Dat vind ik heel leuk, als je dan ziet dat het ook wat doet met iemand. Dat is de kip. Ik ga kijken. In
Amsterdam is de studio van By Borre, waar innovatie en duurzaamheid voorop staan. Door de nieuwste generatie stoffen en garens te ontwikkelen, verlegt Borre de grenzen van textiel en techniek. Hij doet zaken over de hele wereld. Iets dat met de huidige vliegverbindingen een stuk makkelijker gaat dan 100 jaar geleden. Een grote droom is een eigen plek bij Dover Street Market in Tokio. Een conceptstore waar de meest exclusieve merken hun collecties showen. I really like it. It becomes very much what we were talking about. Like a base between the AO3 and the 3D. Thanks guys. Er is niks dat wij meer aanraken dan textiel in ons leven. En als wij dat beter kunnen maken voor die momenten dat we het aanraken, dat vind ik heel erg belangrijk. En ik denk, als je een heel goed product wil maken, dat je een heel goed basismateriaal moet hebben. En je kan alleen maar het beste basismateriaal hebben als je dat zelf ontwikkelt. En de basis is dan, zijn dat de bouwstenen, dus letterlijk de garens waarmee je het maakt. De draden die je gaat gebruiken om een textiel te vormen. En dan kom je eigenlijk bij de volgende stap. Hoe ga je die garens tot een stof maken? Samuel, zullen we even er doorheen lopen? Ja. Top, thanks man. En dat zijn eigenlijk twee mega belangrijke stappen. En die worden bijna door alle modeontwerpers een soort van overgeslagen. Dover Street Market, hoe voel je daar nu over? Ja, ik vind het fucking spannend. Ja. Nog. Dus we gaan maandag daar meeten. Zeker, ja, oké. Okay. En dan kunnen we sowieso hele concept bespreken. Dus concept hebben we al maken. Eerste schets hiervan gezien. Ja. Ja. Dus ik denk dat een heel duidelijk verhaal is ook waarom we bijzonder zijn. Ja. Hoe we alles vanaf de garens tot en met het eindproduct maken en alles onder controle hebben. Maar dat maakt het niet een soort van minder spannend. Hey, goeiedag. Waar gaat de reis naartoe? Tokio. Tokio heeft de potentie om onze belangrijkste markt te zijn. De beste retailwinkels in de wereld komen uit Tokio. Fijne reis. Bedankt. Wat lekker, dankjewel. Dank je wel. Ciao. We hebben daar een afspraak met Dover Street Market. En Dover Street Market is eigenlijk de meest gerenommeerde winkel. Ze hebben meerdere winkels over de wereld. Maar die in Ginza is wel het summum, omdat dat ook nog eens in Japan is. Ja, dag 1 was dat het goal. Als we daar ooit komen, dan hebben we het bereikt. Ik heb gewoon altijd het gevoel dat het nog wel afgeschoten kan worden. Ja, dat is op een bepaalde manier natuurlijk ook nog een soort van extra in Japanse cultuur. Dat ze gewoon letterlijk geen nee kunnen zeggen, omdat ze het woord feitelijk niet kennen. Dat het hem niet wordt, maar wij op onze Hollandse soort van er doorheen. We doen het wel. Dat gaat wel lukken. Ze hebben nog geen nee gezegd, zeg maar. Laten we in ieder geval hopen dat niet gaat worden. Ik vind het fucking spannend. Want er is nooit iets zeker. En dus deze trip voor ons is echt wel een trip om te kijken of we wel goed genoeg zijn. Voor haar eerste passagiersvlucht van Schiphol naar Tokio over de Noordpool koos de KLM een vliegtuig uit met een warme naam, de Koraalzee. Een DC-7C die tegen middernacht vertrok voor een tocht van 7200 kilometer over de top van de wereld naar Tokio. Een metropool die uit de lucht aandoet als een grote westerse hoofdstad. Bij de jarige piloot Will Jasky zit het vliegen in het bloed. Zijn vader vloog bij KLM en nu vliegt zijn eigen zoon ook. De ontwikkelingen in de luchtvaart zijn dikwijls onderwerp van gesprek tussen hem, vader Wim en zoon Guillaume. Gefeliciteerd, pap. Dankjewel, dankjewel. Dag zoontje, gefeliciteerd met de 56 jaar. Ja. Zoals nu met die F-16 zitten, dan lig je veel meer. Maar wij zaten nog gewoon zo. Wat erg nadelig is voor je bloed. Via militaire dienst kreeg ik de mogelijkheid om jachtvlieger te worden. En dat was mijn droom. En na mijn 13 jaar bij de luchtmacht, toen ben ik naar de KLM gegaan. Ja, dat steekt elkaar toch natuurlijk aan. Dus nou, uiteindelijk ook gaan vliegen. En inmiddels al heel wat jaren gezagvoerder. Kapitein van het schip, zo moet je het dan vergelijken. En ik denk dat ik het ook overgedragen heb aan Guillaume. Ik ben de jongste generatie. Eigenlijk al vanaf een jaar of 10 werd al steeds meer dat ik piloot wilde worden. Ik ging ook vaak mee vroeger.
En ik dacht steeds vaker, ja, dit wil ik zelf ook wel doen later. Ja, we waren weer daar foto's aan het bekijken. Toen kwamen we weer een heleboel leuke foto's tegen. Ik moest al lachen hier. Ja, ik hoor dat jullie met z'n tweeën naar Johannesburg. Ja, Johannesburg. Ja. Dus, en pa en zoon? Samen weer. Zo, ja, absoluut. Ja. Ja. Maar leuk dat je die anders hier hebt. Ja, eigenlijk vond ik deze wel het leukste. Oh, hier zijn wij een vluchtvoorbereiding aan het doen, hè? Ja, we hebben 5 vluchten samen gedaan. En hier zie je dus ook nog een klein stukje van het papierwerk waar je doorheen moest ploegen. Ja, ja, dat was een heel andere periode. Wij waren gewoon een halve uur tot 3 kwartier bezig met al dat papierwerk. Een navigatietas vol met alle mogelijke gegevens, tabellen, kaarten, gradenbogen en dan nog de sextanten. Je hebt onderweg heus wat anders te doen dan je krantje te lezen. In 1924 gingen de eerste vluchten van KLM al naar Nederlands-Indië. Dat was in die tijd revolutionair, dat deed geen enkele andere luchtvaartmaatschappij. En in 1930 begon KLM voor het eerst met een lijndienst naar Batavia. En in 1934, heb je ooit misschien wel eens van gehoord, was de vlucht van de Uiver. Heel Nederland stond op zijn kop, want er was een wedstrijd uitgeschreven vanaf Engeland naar Melbourne in Australië. Ja. Het was een snelheidsrace, een wedstrijd. En de Uiver werd tweede in de snelheidscategorie en de eerste in de handicapklasse. Dat de snelle vlucht Londen-Melbourne met passagiers en post ten uitvoer is gebracht met een normaal verkeersvliegtuig, is van grote betekenis voor de verdere ontwikkeling van het burgerluchtverkeer. De bemanning en de passagiers verdienen onze hoge waardering voor hetgeen ze gepresteerd hebben. Nou, met alle verhalen is het leuk om te zien dat er heel veel verandert. En je had het over die kaarten, over navigeren. Er zijn ook heel veel dingen hetzelfde gebleven. Simulator bijvoorbeeld, nog steeds 2 keer per jaar examen doen in de simulator. Het leuke is, binnenkort moet ik Guillaume en ik samen de simulator in. En ik heb gevraagd of de mogelijkheid was dat jij meeging om even mee te kijken. Dus dat jij na 28 jaar weer terug in de simulator kan zitten. Super. Wetenschappers Tim en Stacy gaan op reis naar het eiland Sint-Eustatius, waar ze zullen werken aan herbebossing en het beschermen van de Antilliaanse leguaan. Ze vullen elkaar goed aan. Tim is ecoloog en Stacy richt zich op mens en omgeving. Waar gaat de reis naartoe? Naar Sint Maarten en dan Sint-Eustatius. Wat gaat u daar doen? Een tijdje terug was er een hele heftige orkaan. En toen was wat geld beschikbaar gemaakt om te helpen met het herstel van het eiland. En een van de projecten daarvan was het herbebossen. Dus gaan we nu weer even kijken hoe dat gaat. Moet ik de boarding pass nog uitprinten voor? Nee, dat werkt zo wel. Wij wonen allebei in Nederland en we voeren nu met name projecten uit op de eilanden van Caribisch Nederland. Ja, hoe kunnen we dat dan verantwoorden? Weet je, aan de ene kant wil je iets doen om de wereld te redden, tegelijkertijd moet je zelf ook af en toe vliegen naar de eilanden toe. En hoewel je veel online kan, dat doen we ook wel, je ontkomt er niet aan om af en toe toch een bezoek te plegen aan de plekken waar je werkt. Door de momenten dat wij op de eilanden zijn, merken we ook dat we ook heel erg een boost kunnen geven aan zo'n project. Het eiland is nu ziek en wij hopen dat we het eiland weer op goede gezondheid kunnen brengen. Oh, het ziet er echt heel cool uit. Zo, het is ook veranderd. Mm-hmm. Zo. Oh, ik vind het echt zo cool om dit te zien. Ja, ik ook. Ik ben ook echt zo blij mee. Ja. Moet je kijken, joh. Als je dan vanaf afstand alles probeert te coördineren en dan gewoon hopen dat het gaat zoals je denkt, dan is het gewoon nog beter. Ja. Nou, bijna een jaar geleden stond hier gewoon niks. Helemaal niks. Niet eens hekwerk eromheen. Nee, we hadden alleen maar een visie. Alleen een visie. Ja, echt. Adam. How are you? Good, welcome back to the site. Thank you. Oh, it looks amazing. Yeah, so wanna show us around? Yeah, so I mean... Het werkt dus niet zo dat wij met z'n tweeën het eiland gaan redden. Dus wij hebben hier ook wat andere mensen voor ingeschakeld die hier ook echt vast op het eiland verblijven en aan het project werken.
basically, we've got these two temporary water tanks, and they'll be fitting properly on proper foundations and so on. But and for the digging though, we're still missing the tractor. So. And that means that a lot of the stuff that I would have done with the tractor, I've had to do by hand. We're living here on a small island. Everything needs to be shipped in, so everything takes like 10 times as long to get here. But the work needs to be done. The deadlines are set. Het gaat nog niet vanzelf en dat zou ik wel fijn vinden. Dat het gewoon allemaal zo lekker in zit. Maar dat gevoel, ik moet nog te veel nadenken en te veel denken, wat moet ik nu doen, wat moet ik nu doen, wat is de procedure. En, ik vind het heel fijn als het straks gewoon allemaal lekker eigen voelt. Ik wil graag weten of mijn rolstoel dadelijk klaar staat, want ik moet wel van A naar B komen. Ja, dus, begrijp ik. Ja. Uw rolstoel staat straks klaar, zeker. Ja. Weet u dat zeker? Kunt u mij dat echt garanderen? Ja, want u heeft hem ook hier ingevoerd, toch? Neem ik aan. Als het goed is, moet het geregeld zijn. Ja. Maar ja, de vorige keer was het ook niet gelukt. Dus, ja, komt helemaal goed. Einde oefening. We gaan even nabespreken hier. Wat gebeurde er? Als ik even kijk naar de crew. Mout had een rolstoel. En, ik bedoel, hij moest klaarstaan, zeg maar. Oké, nou ja, goed. Ik vroeg aan je of je mee had genomen, zei je ja. Dus toen liep ik naar achter, maar... Ik had inderdaad eerst even moeten overleggen van, staat hij inderdaad klaar, dan kan ik het even doorgeven aan de passagier. En... Mensen willen ook gerustgesteld worden. Hoe was de aanpak? Weet je, hoe werd je benaderd? Ja, dus je had misschien wel meteen ook kunnen zeggen van, ik ga voor de zekerheid voor u kijken om mij gerust te stellen. Ja. Ik ga nu dubbel checken en dan Komt het goed. Ja. Zeg maar. Ja, nou goed. Weet je, dat is, je merkt ook dat je veel moet onthouden. In de cabine moet je natuurlijk, als er iets gebeurt... Lief blijven en tot een bepaalde hoogte hoor. Dat hebben we ook geleerd voor waar jouw grens ligt. Als een passagier te ver gaat bijvoorbeeld. Maar je moet in eerste instantie toch wel vaak slikken. We doen ook nog voortgangsgesprekken vandaag. Om even met elkaar in gesprek te zijn van hoe gaat het met je? Waar sta je nu? Waar heb je nog behoefte aan? De heren Jaski arriveren op Schiphol-Oost voor een gezamenlijke ochtend in de flight simulator. Voor vader en zoon bekend terrein, maar voor de gepensioneerde opa Wim een extra bijzondere ervaring. In zo'n technisch hoogstandje heeft hij nog niet eerder gezeten. Dit is een pap. Ja, het prachtig. Is, prachtig. Geweldig. Nieuwste van de nieuwste. De 787-10 is nog maar net eigenlijk bij KLM. En dit is de simulator waarin we deze 787 trainen. We kunnen alles tegenwoordig in de simulator doen. We hoeven niet meer te lessen. Ja, zoals wij naar Shenzhen gingen om met een DC-9 drie dagen met de hele crew. Ja. Met technische jongens, et cetera. En de brandstof die je dan verbruikt, het start en landen. Ja. Scheelt gigantisch. Voeg daarbij ook nog eens doen, dat we ook steeds meer overgaan op biofuel. Als je vergelijkt met de jaren 70, brandstofverbruik per passagier is nu ongeveer, wat is het? Ja, dat was bijna 50%. Zo, het is ongeveer de helft. Zo. Ja. De helft aan brandstof gebruiken we nu maar. Ja. Ongelooflijk. Dus dat is ook een revolutie op zich natuurlijk. Ja. We landen zo meteen in New York en dan, als jij het leuk vindt om te doen. Ja, Harry, vind jij het goed als Guillaume de landing doet zo meteen in New York? Uitstekend. Het is een speciale nadering op New York die heel geliefd is. Op het laatste gedeelte van de landing maak je nog een draai naar de landingsbaan toe. En dat maakt hem
Heel erg leuk. Waarschijnlijk heb jij hem vroeger ook. Ja, ja, ja. Met een zweet op mijn rug. Ja. Ja. Ja, ja. Approaching minimums. Nu zie je al de gebouwen een beetje. New York uit de lucht. Voor de vliegers is het nu al lang niet nieuw meer. Maar voor hen die deze machtige steenklomp zo voor het eerst zien, is het een evenement om nooit te vergeten. Speed breaks up. Not break. Geweldig, Jan. Goed gedaan. Knap gedaan. Mijn kleinzoon. Meest lastige approach, ja, kan ik zeker. Absoluut. Prachtig. We hebben nog een beetje tijd over, dus vind jij het leuk om ook nog een klein stukje te vliegen? Ik denk wel dat het moeilijk is, maar ik zal het proberen. Guillaume gaat je helpen. Ja, prima. Ja? Prima. Ja. Wil je Schiphol? Of... Ja, nadering van de ILS van Schiphol. Ja. Hebben we landing clearance? KLM 61 for Twitland. Mensen kan Twitland. Blijf maar zakken. 100. Blijf maar zakken, blijf maar zakken. 50. Zakken, 40. Zakken, zakken. 30. 20. 10. Speed break up. Dan de hendels stikken, ja. Reverse naar beneden. Nou jongens, het valt me heel erg tegen hoor. Ja. Ik vond het echt wel heel netjes, gewoon binnen één keer. Hoe lang was het geleden, Wim? 28 jaar. 28 jaar. Nou dan. Nou, die oude Vos die verleert het niet hoor. Voor sneller en sneller groeit de wereldluchthaven. En later het nieuwe Schiphol. Zoals elke grote luchthaven een middelkind. Voor wie vandaag vertrekt, zijn namen als Tokio, Buenos Aires, New York. Geen stippen of vlekken op de wereldkaart meer. Ze worden realiteit. Vijfde is mijn vader bij ons allemaal weggegaan. Mijn moeder moest ineens fulltime werken. Ging 's avonds zingen om nog bij te verdienen. Toen ben ik deels opgevoed door mijn opa en oma. Deels door mijn buren, oom en tante. En op een gegeven moment ook mijn judo-leraar. Mijn hele jeugd stond grotendeels in het teken van judo. Dat denk ik bijna mijn enige echte houvast wat er altijd was. En eigenlijk door mijn hele leven heen heeft judo me echt wel kaders gegeven over hoe ik denk over ontwerpen. En waarom ik textiel zo goed wil maken. Omdat ik mijn hele leven een judopak aan heb gehad die super sterk was en voor één doel was en daarvoor perfect was. En ik merk nu dat ik me bij Tokio misschien wel als Borre thuis voel. Gewoon als ik privé. En daar komen dingen echt samen. Privé, de rust. Maar het werk is daar ook. Zich kennen als het hart van een modern land, dat echter nog gedeeltelijk op de oude leest geschoeid is en nog hecht aan levensgewoonten die hier al even geleden bestonden. Vooral in de nacht manifesteert zich via de geweldige lichtreclames de tweeslachtigheid van Tokio, de stad waar oost en west met elkaar verweven zijn. De stad ook die nu door de lucht nog maar 30 uur van ons verwijderd is.
afspraak met Dover Street Market laat nog even op zich wachten. In de tussentijd gaat Borre naar zijn showroom, waar hij de komende dagen inkopers zal ontvangen. Om de duurzame stoffen, ontwerpen en niet onbelangrijk, zichzelf te presenteren. Hallo. Ik ben Borre. Nice to meet you. Hallo. Borre. Lekker toch. Ik ben hier om te laten zien dat ik... that I care. Ik ga toch. Best wel eens. Borre. En over het algemeen kan ik helemaal niet communiceren met ze. Dus dat doet onze agent. Meteen de eerste dag weet hij al grote interesse te wekken bij het fameuze Japanse warenhuis Muji. So, yeah, the feeling is very good. Muji is the same thinking now, always at a natural yarn or natural fabric. So the concept is very connected. Okay. Yeah. Great. Thanks. Het herbebossingsproject van Tim en Stacy is van essentieel belang voor het voortbestaan van Sint-Eustatius. In 2017 richtten twee orkanen heel veel schade aan. Een ecologisch gezonde omgeving zou hiervan moeten kunnen herstellen. Maar het eiland kampt met nog een groter probleem. Geiten. Ze lopen gewoon allemaal vrij rond en het eiland wordt echt gewoon kaal gegeten. Daardoor ontstaat heel veel erosie, dan krijg je allemaal kale vlaktes. Er zijn een bepaalde plek langs de kust. Ja, daar vallen gewoon om de zoveel tijd gewoon meters. Weet je, brokkelt gewoon eigenlijk het land af. Dus je raakt gewoon het eiland kwijt. Als wij kokosnootplanten hebben die net wat groter zijn. Yeah. Ik denk dat de geiten daar wel redelijk van af gaan blijven. Want je ziet ook, deze die staan gewoon vrij en de geiten kunnen er gewoon bij. En er gebeurt niks met ze. Sint-Eustatius. Het landschap wordt beheerst door de Kwil, een uitgedoofde vulkaan aan de voet waarvan de hoofdplaats Oranjestad gelegen is. Hier liggen de ruïnes van grote pakhuizen uit de 18e eeuw. Want in die tijd bloeide hier een uitgebreide handel in stapelproducten en er woonden toen ruim 20.000 mensen. Aan de vroegere betekenis van het eiland herinnert ook het Fort Oranje. Fort Oranje staat bovenaan een klif en die wordt nu verstevigd. Sommige van de randen die zijn niet meer dan misschien 10, 20 centimeter van de muren verwijderd. En als dat nog verder afbrokkelt, dan kan gewoon zo'n heel fort naar beneden storten en dat is levensgevaarlijk. Stacy heeft een proefje voorbereid om de jeugd van het eiland de effecten van regen op het huidige landschap goed uit te leggen. We zijn bezig met het opzetten van een schoolprogramma. Daarvoor willen we dus de kinderen bijleren van oké, wat het betekent, hoe je plantje kweekt, dus van zaad tot boom. Maar dat willen we ook heel interactief maken. Hi guys, come in. So before we're gonna head out and plant some trees, I want to show you guys something. So what you see here are three cut-up bottles, one filled with sand. One with sand and some leaves and twigs, and one with grass planted in there. Go ahead and pour some in. Als je kinderen kan meegeven van waarom bomen en planten belangrijk zijn, is de kans ook groot dat ze dat delen met hun ouders. So that's really, really muddy water, right? Because nothing is holding the sand together. Hopelijk creëer je daarmee dan ook een soort van gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid binnen de gemeenschap zelf. That's a big difference. Wim, Wil en Guillaume zijn uitgenodigd op de TU Delft om het ontwerp van de innovatieve, energiezuinige Flying V te bekijken. Het vliegtuig van de toekomst. Hi, goeiedag. Projectleider Roelof hoort graag hun inzichten. Roelof Vos. Wil Jaski. Graag gedaan, Roelof Vos. Hey, hartstikke leuk dat jullie hier zijn op de TU Delft. Ja. Dus hierboven is het Skilled Flight Testing Lab en daar zijn we momenteel aan het bouwen met Flying V. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie als vliegers vinden van dit toestel. Dit is dus wat ik noem een presentatiemodel van het vliegtuig.
En de Flying V is dus een totaal radicale nieuwe configuratie ten opzichte van de buis met vleugels die we zo goed kennen. Wat we eigenlijk hier hebben is dat de mensen in de vleugels zitten. En doordat ze in de vleugels zitten heb je eigenlijk die romp niet meer nodig. Heb je minder weerstand. En minder weerstand vertaalt zich dan uiteindelijk ook weer in minder brandstofverbruik. En op basis van de vliegtuigconfiguratie zoals je die hier ziet, spreken we over 20%. Zo. Ja. Dus dat is best wel fors ook als je dat in een historische context ziet. Absoluut. Zeg maar. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat zit met de luchtstroom over vleugel dan naar de motoren precies, toe. Precies, wil ik vragen. Dat, die pijlenvorm geeft bepaalde voordelen en nadelen. Ja, daar heeft dit schaalmodel dus ook last van. Ja, dus dit wordt een vliegend schaalmodel. Hè? Oh. Dus het doel van dit model is om eigenlijk de vliegeigenschappen van het toestel te kunnen meten. Waar windtunnel testen of daadwerkelijk? Nee, vrijvlucht testen. Oh echt? Ja, ja, vrijvlucht. Zo, ja. Gaaf. Oké, okay, we hebben het wel over de vliegeigenschappen, maar de eerste vraag is... Ja. Vliegt hij eigenlijk? Ja, er is toch een oude wet in de luchtvaart dat als het er goed uitziet, dan vliegt het ook goed. Nou, dat probeer ik ook altijd maar in mijn achterhoofd te houden. Ja. En hoe reëel is het dat er iets of wat soortgelijks over een x-aantal jaren ook daadwerkelijk gaat vliegen? Als je kijkt naar de ontwikkeling van de A350 heeft toch wel 10 jaar geduurd en dat is nog een conventioneel toestel. Dit is een onconventioneel toestel, dus qua ontwikkeling zal er zeker nog een aantal jaar bovenop komen. Maar dan spreken we af, 15 jaar, dan vliegen wij. Ja, dan gaan wij als passagier mee met Guillaume. Afgesproken? Ja. Ja, goed. Ja. Nou, 15 jaar, ik ben nu 83. Ja. Oké, okay, maken we er 10 jaar van. Ik heb gepland om 103 te worden. Dus oké. De heren krijgen vervolgens de mogelijkheid even in de toekomst te kijken. Ja, dus nu sta je zeg maar onder het vliegtuig, hè? Ja. Dus, Gaaf hoor. Nou, je bent handig hoor, pap. Zo, hè. Geweldig. Ja. Ik ben niet omgevallen, dus... We hebben ook de cockpit al gemodelleerd, dus dan krijg je als vlieger ook een beetje het idee hoe dat eruit zou kunnen gaan zien. Nu zit je eigenlijk op een van de twee stoelen. En wat vind je ervan, qua zichtlijnen? Nou, deze raamstijl... Ik krijg een beetje idee als een... Dat ben ik benieuwd. Dan zit hij in de weg, die raamstijl. Pio? Die kan veranderd worden. Die is echt heel storend. Kijk, die ooghoeken zijn ongeveer zo. En dat scan je steeds. En dan komt hij steeds in je gezichtsveld. En dat stoort enorm. Ja. Nou, hoe meer hij naar de zijkant kan, hoe beter het is. Ja, dit soort input van dit, weet je, stijl naar buiten. En dat zijn dan typisch van die dingen die met virtual reality. En iemand die dus ervaring heeft, want ik kijk daarnaar en denk, nou, prima, ziet er goed uit. Ja. Op eerste vlucht. Hè? Graag. Nou, KLM 115 jaar. Dat is een mooi moment. Mooi dan weer. Ja. Voorlopig moet je nog met 777 naar Johannesburg doen. Dat duurt nog helemaal eventjes eerder als je in zo'n machine vliegt. Ja. Na 4 weken hard werken is het dan zover. Nadiens opleiding zit erop. Mag ik jullie vragen, voordat we gaan beginnen, om allemaal symbolisch het trainingsbelt van jullie jasje af te halen? Bye bye. See you never. Dit is wel de dag waar je naartoe leeft natuurlijk. De wingceremonie. Gefeliciteerd, super goed gedaan. Dankjewel. Welkom. Trots op jullie. Kom, even zien als het open is. Ja. Zit erop. Super gaaf om je eerste vlucht naar Allee te maken. En ik heb er nog meer zin in omdat ik er nog nooit ben geweest. Maar ja, ik vind het ook nog steeds wel heel spannend. Maandag dan kom ik opeens in een hele andere crew. En dat is natuurlijk ook weer een hele nieuwe omgeving en nieuwe indrukken. Maar wel een ander hoofdstukje. Het aanplanten van bossen en het herstellen van biodiversiteit op Sint-Eustatius zorgt tegelijkertijd ook voor een betere habitat voor de dieren van het eiland, zoals de Antilliaanse leguaan, de meest bedreigde diersoort van het Koninkrijk der Nederlanden. Sint-Eustatius is het enige eiland waar ze nog voorkomen.
met 300 tot 500 leguanen. Dat is echt bar weinig. We proberen in kaart te brengen hoeveel er nog over zijn. Aan de hand daarvan kunnen we dan kijken wat voor maatregelen moeten we nemen om ze beter te kunnen beschermen. Oh, I see an adult there in the tree. It's about 7-8 meters up. But yeah, we're gonna give it a go and see if we can get it. It's Tarzan time. I'm probably 3 times as heavy as you. Yeah, that's fine. I'll brace myself. Well, I think I can grab a. Oh, cockroach on my face. Oh. More cockroaches? More cockroaches. Alright, got her. Yep, okay. Yeah? Yep. Good. Nice one, guys. Als die beesten er niet meer zijn, dan raken we gewoon biodiversiteit kwijt. Het hele ecosysteem die gaat dan ten onder. En dat is een punt die wil je gewoon niet bereiken. Stacy gaat met de lokale jeugd op pad om de eerste stekjes te planten. So what do we have in front of us, guys? The goats. Stacia's little devils. They're very cute and they're tasty, but they eat everything. Now we're getting really close to the area we're gonna plant them, because what do we have here? Erosion. The Grand Canyon of Stacia, right? The chances are really big that all the ground is just gonna fall into the ocean. If we wait like another 5 years, part of the runway of the airport might be gone. So over here, we're gonna pick out a nice spot and we're gonna plant the first sea grapes, because there's nothing over here right now. No plant in sight. It's a nice area. But what would make it better was just some more trees. Mm-hmm. I think so too. All right, and now it's time to give it some love and water. Drink it up. Awesome job, guys. We helped Stacia. Wat zo mooi is aan een eiland als Stacia, het is klein, dus we kunnen al snel resultaten behalen en ook laten zien. Almost there, guys. Herbebossen, dat is echt zichtbaar. De leguanen die gaan daarvan profiteren. En zo kan je al een gigantisch verschil maken. Juist als je hier succes weet te boeken, kan het ook als een mooi voorbeeld dienen voor allemaal andere grote landen. Van oké, als je het zo uitvoert, dan kunnen wij ook onze natuur goed beheren. Nadine heeft haar wing behaald en is nu officieel cabin attendant. Vandaag vertrekt ze naar Los Angeles. De eerste vlucht, dan is het voor het Echi. En dat vind ik wel spannend. Dan kom je maandag eraan, dan is het in Nederland 12 uur 's avonds. Maar 3 uur 's middags in L.A. Dus dat wordt een lange dag. Dankjewel, welkom aan boord. Je hebt het geel, je hebt maar 50 maaltijden, dus die hebben ze netjes verdeeld. En geel begint hier. Ik kan niet lezen. Ik heb begrepen of begin is dat ik vooraan moet beginnen. Begint voor, dat klopt ook. Ja, ja, dat klopt. Dat heb je heel goed begrepen. Hou je die niet open? Nou, ik zou aan deze kant gaan staan, want dan heb je dit dichterbij je. Oh ja. En dan doe je die dicht en dan draai je dicht. Ja. Nou, jullie zijn allemaal heel lief. Thank you.
Ik vind het leuk om met mensen te werken en voor mensen te werken. Alsjeblieft. Ik hoor vaak mensen ook wel zeggen van als ik met KLM vlieg, dan voel ik me echt gezien en gehoord. Dat is wat we willen. Ik mag niet meer zeggen. We zijn er. Best druk, hè? Nou, zo begin wel, vind ik. Maar dat is even, dan heb je, wat doe je al die dingen achter elkaar? Denk je niet? Niet omdat ik denk, nou, dat heb ik echt fout gedaan. Ik had gewoon echt goede hulp, een goede ondersteuning van mijn collega's, dat helpt al. Vader voor het eerst meeging, toen had ik wel zijn jas aangetrokken die helemaal tot mijn knieën kwam, weet je wel. En dan die hoed op, die pet die toen nog moest. In de cabine mocht ik dan, kreeg ik zo'n sjaaltje en dan kreeg ik zo'n jasje van iemand anders aan. En toen mocht ik aan de kar. Ik mocht heel veel doen, dat vond ik heel leuk. Al die mensen helemaal blij en die vonden het natuurlijk leuk dat zo'n klein meisje aan die kar stond met zo'n veel te groot jasje aan. Toen dacht ik wel, ja, dit is leuk. Heel vet dat je er van Noordwijkstrand naar LA-strand mag gaan. Zo'n besefmomentje, weet je wel. Hoe mooi het is als je zeg maar een paar uur vliegt, dat je dan opeens zo'n hele mooie andere plek bent. Het is natuurlijk super vet. Zo mooi, zo anders, precies zoals LA hoort te zijn. Vandaag is de lang verwachte afspraak met Aldo van Dover Street Market. Terwijl Samuel het fort bewaakt in de showroom, gaat Borre naar Ginza om te horen of zijn werk goed genoeg is voor een eigen plek binnen het modemekka. Dover Street Market is een van de eerste conceptwinkels die opgezet is door Comme des Garçons. En dat is een heel bekend Japans merk. Dover Street Market is in de finale staan van de Champions League. Een soort van de Ruud Gullit hem inkoopt. Ik denk wel als we in Dover Street Market liggen dat ik zeg gewoon, we made it. Hey. How are you doing? Good. How are you? Good to see you. Good thank to see you for being here. Dover Street Market Ginza, finally, yes. In Tokyo. Yeah, yes, thank you yes, so yes. much for doing this. You're welcome, you're welcome. And I'm looking forward to see where we can yes. Okay, let's discuss. To place it. Let's discuss about installation. Thanks. Zij nodigen de beste merken ter wereld, van de Prada's tot Valentino's uit, om hun speciale dingen te laten zien. En ze nodigen eigenlijk de kleinste maar beste kunstenaars uit. Dus die eigenlijk maar een handjevol truien of enkele ringen maken en die dan alleen maar bij hun verkocht worden. Het zijn alleen maar de cherries die uitgepikt worden. Het is alsof je naar een 3-sterren restaurant gaat waar gewoon elke hap die je neemt gewoon een explosie aan alles is. Ten eerste hebben we nu de connectie met hen dat we aan het praten zijn over een installatie. En wat we daar gaan doen is om te kijken waar dat zou kunnen in de winkel en of dat zou kunnen en wanneer dat dan misschien zou plaatsvinden. Ik geloof dat wij er alles aan hebben gedaan om de juiste stappen te maken en toch zou ik niet durven te zeggen of het zet is. So, this piece will be this one. Wow, and it's a very, yeah. I mean, a very good spot. No? Wanna go? Ja? Yeah? Ja. Yeah. Deze gaat weg. En daar komen we uit staan. Zeker.
Gewoon dat dit echt wel een bevestiging is van de buitenwereld. Omdat als je hier tussen staat, dan heb je dat goed gedaan. Nou, lekker bezig, man. Het is totaal niet een soort van het eindpunt. Het is een soort van de komma, een soort van en dan. Hallo. Ja, het is allemaal gelukt. Ja. Ja, heel blij. Doei. Doei. In Utrecht maakt Guillaume zich op voor de reis naar Johannesburg. Met vader Wil als gezagvoerder en Guillaume als tweede officier. Straks zitten ze samen in de cockpit. Hoe is het? Hoe is het, papa? Ja, uitstekend. Ik ben aangestoken met het luchtvaartvirus. Ik heb het heel vaak mee mogen maken met mijn vader. Hoe is het? Goedemorgen. Alles goed? Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Zo, wat heb je voor ons vandaag? Nou, hier een eigenlijk weinig bijzonderheden. Uitstekend. Je vliegt heel veel met verschillende mensen. Eigenlijk zelden dat je met dezelfde mensen vliegt. En dan moet je toch een vrij gespecialiseerd beroep uitvoeren met z'n tweeën of z'n drieën. Iedereen moet hetzelfde opleidingsniveau hebben. Zodat je het werk kan doen met eigenlijk mensen die je nog nooit eerder ontmoet hebt. Geen bijzonderheden. Zal ik deze nog even tekenen? Als mijn vader vlieg, dan is het moment dat het druk is en als we dingen moeten doen, dus dan is het heel erg collega's. Maar als het dan wat rustiger is, wat tijd over is voor een leuk gesprek of wat dan ook, dan is het heel erg juist weer vader-zoon. Ik denk toch altijd dat de mensen erachter, en dan niet alleen de gezagvoerder, de bemanning. Maar dat gaat van mensen die op het platform werken tot aan mensen die bij passage werken, mensen die op kantoren werken, instructie geven. Het totale KLM-personeel, daar zit een bepaalde gedrevenheid in. Het is een blauwe gevoel, een blauwe hart. En dat wordt soms een beetje gekscherend over gedaan, maar het beter doen dan je concurrent, dat zit er wel in. Op 8 of 10 waard en zie waar dan de luchtvaart is. We hebben opgezet een reputatie voor de toekomst. En tot heden heeft de luchtvaart naar buiten uitgedragen het idee van Holland onderneemt en Holland bouwt.